Jongens, Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online video hier op mijn kanaal. Zoals je kan zien ligt er natuurlijk weer sneeuw in Los Santos, maar zijn er ook weer nieuwe voertuigen toegevoegd van de Cayo Perico Heist DLC. En wat we dus vandaag gaan doen is, we gaan één van die nieuwe voertuigen tunen die ook nog eens gratis op dit moment te verkrijgen is. Want als je je internet opent en je gaat naar de SanAndreasSuperAutos.com website, dan staat hij hier op de allereerste plek. Normaal gesproken kost hij 610.000, maar op dit moment is die gratis. En wat gratis is, moet je gewoon meteen, maar ook echt meteen aanschaffen. Dus zet je PlayStation aan, koop hem, zet hem in je garage en dan kan je hem altijd nog op een later moment tunen. Maar wij hebben hem gekocht en gaan hem nu meteen tunen. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zijn kaart op lijn, dat zou ik super, super gaaf vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het intunen. Natuurlijk ook allemaal fijne feestdagen, want het is bijna kerst. Maar hier staat onze auto voor ons klaar. En ik denk dat de meeste mensen ook wel al weten waar deze auto op geïnspireerd is. Want dat kan er maar eentje zijn. En dat is natuurlijk de originele Fiat 500. Je ziet ze genoeg rijden. Er zijn verschillende uitvoeringen van. Maar dit is de originele. En ik ben echt benieuwd. Ik weet niet hoe we kunnen gaan tunen. Maar het, op een of andere manier lijkt het op een soort rallyauto. Zo'n hele casual oldschool rallybak. Dus ik hoop ook dat we hem op die manier kunnen gaan tunen. Maar daar gaan we maar op een manier achterkomen. Dus ik rijd er rustig naartoe. Ryan die zit ook in de sessie. Dus zometeen gaan we nog tegen elkaar racen. Maar wacht, daar komt hij aan. Wacht. We kunnen hem nog niet horen hoor. Oh, daar komt hij aan. Ja, hij probeert hem met de beuken, die viezerik. Altijd, jongen. Altijd. Hij gaat hem ook tunen. Dus we gaan er zo meteen... Ja, die sneeuw is verrot. Je slipt zo weg. We gaan er zo meteen achterkomen hoe hij hem heeft getuned. Maar ik zit ook al een beetje na te denken over de kleuren. Dus dit gaat een lastige worden. Ga maar open deurtje. Nee! Yo, hij neemt zo mijn plek over, hè, deze man. Wat is dit nou weer? Yo, oké, fair enough. Die was wel goed. Ik zit al een beetje na te denken over de kleuren. Want geel is natuurlijk wel echt een passende goede kleur voor zo'n Fiatje. Maar we gaan eerst armen erop zetten. 47.500. En dan gaan we meteen door naar de bodywork. Want we zouden even kijken wat dit verandert. Oh, dat haalt de reflectoren eraf. Oftewel, ook volgens mij zijn dat ook nog knipperlichtjes. Dit haalt de trimmer nog af. En dit haalt alles eraf. Ik vind een auto wel altijd mooi als je zeg maar die lampjes aan de zijkant eraf haalt. Ik vind die streep bij de deurknop ook niet heel mooi. Maar ik vind die streep onderin, dus zeg maar onder de deur, vind ik wel mooi. Dus die laat ik er wel op zitten. Het kost 7600 om het er alleen maar af te halen. Geen idee waarom dat zo duur is, maar het maakt de auto wel wat mooier. Race brakes eronder en dan gaan we door naar de bumpers. We zouden de bumper... Ah, dit is wel echt geniaal. We zouden de bumper eraf kunnen halen. Een basic bumper, de klassieke bumper, oftewel de bumper zonder nummerplaat. Altijd wat mooier natuurlijk. De retro bumper, de rally bumper. Kijk, dit is wat ik bedoelde, daar gaan we al. De rally lampenbumper. Of een combinatie van beide. Nou, ik vind deze wel heel clean. Hij heeft ook geen kenteken op deze manier. En dat vind ik altijd wel sexy. Dus we gaan gewoon voor de rallylampen. We doen het gewoon. Alright, 14.000. De achterbumper kunnen we ook nog eens alles weghalen. We zouden een basic bumper erop kunnen gooien. Een klassieke bumper of een retro bumper. Maar ik vind hem eigenlijk zonder bumper wel het mooiste aan de achterkant. Dus ik hou hem gewoon lekker simpel. De engine upgrade natuurlijk. Engine blok. Ja. Oh, joh, je kan er een 6-cilinder op gooien. Oh, dat past ook gewoon erin, joh. Yo, dat is wel bizar. Ik ga hem er gewoon opzetten. Het kost maar $1000, maar dan hebben we gewoon een 6-cilinder erin zitten. Natuurlijk, upgraden de motor ook nog eens naar level 4. En dan gaan we door naar de uitlaat. Het zitten nu echt mini-uitlaatjes onder. Ja, ze zijn op zich wel passend bij de auto, maar kunnen we de grote pupen opgooien? Dat is even de vraag. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Hé, daar hangt een 6-cilinder in. Dus eerlijk is eerlijk, dit kan er wel gewoon bij. Ja hoor, de Blast Pipes, 9200. Explosieven hoeven er niet op. Fenders kunnen we nog eens... oh, die kunnen we van plastic maken. Of van carbon maken. Maar ik vind dat vind ik er nou weer echt niet bij passen gewoon. Dus ik hou ze gewoon standaard met natuurlijk de kleur wat eigenlijk heel de auto is. Motorkap, nou dat is op dit moment de achterkant, want de motor zit ook achterin namelijk. Ja, ik wist het. Ja, je kan de motorkap openzetten. Ja, dat gaan we sowieso doen.
We houden hem gewoon open. Ja, dat vind ik mooi. We houden hem gewoon open. Daar zitten nu letterlijk stalen balkjes, stalen stukjes in. Waardoor die altijd open blijft staan. Hoorn. Zit de kerstmishoorn er weer in? Ik moet even de kerstmishoorn aanzoeken. Want die hoort hier wel bij eigenlijk natuurlijk. San Andreas. Ja, de kerstmis. Ja, ja, ja. Oké, okay, we zetten hem erop. Ik was hem even aan het zoeken. De kerstmis. Toeter. Lampen. Sowieso. Xeonlijst erop. En dan zouden we een neonkit onder kunnen gooien. Maar we doen het gewoon. We doen het gewoon. We maken hem gewoon over de top. In het geel. Want ik wil eigenlijk de auto namelijk ook wel geel houden. Maar ik hoop dat we een primary en secondary color hebben. Gaan we achterkomen. Daar gaan we achterkomen. Livery hebben we nog eens. Zwarte strepen. Witte strepen. Oeh. Grotti. Het merk van de auto die we erop kunnen zetten. Is wel mooi. En voor de rest eigenlijk alleen maar reclame. Alleen dat verpest de auto een beetje. Dus ik zet er gewoon Grotti op. Gewoon een hele standaard mooie streep. En dat is het mooie. Dat ik niet die trimmer af heb gehaald. Want nu past het helemaal goed bij elkaar. Nou, 20.000 voor een streepje. Nummerplaat doen we natuurlijk even black on yellow. Dat ziet er wat mooier uit namelijk. En dan het dak. Helemaal gekleurd. Open dak. Dicht dak. Geen idee wat dit voor dak is. ik wil hem eigenlijk wel openzetten. Dat hoort wel bij een Fiatje natuurlijk. Je kan er nog koffers opgooien. Of je kan hem helemaal openzetten. Maar dat is... Het sneeuwt. We gaan hem niet helemaal openzetten. Het sneeuwt. Eigenlijk moet je hem helemaal niet openzetten als het sneeuwt. Maar we maken hem gewoon... De primary color met het open dak. Gewoon een combinatie van beide. 2200. Sunstrip kunnen we nog opgooien. Ja, nou, het sneeuwt. Ik hoef die er niet op. Dat zie je helemaal niks meer namelijk door het voorraam. Race suspension, oftewel, dan gaat hij echt stukken lager aan de grond, zoals je kan zien. Transmission erin, 38.000. De trunk, oftewel, dat is nu de voorkant. Kunnen we nog secondary of carbon maken? Ik weet alleen nog niet wat de secondary color is. Dus daar moeten we even achter zien te komen. Turbo erin, 47.000. Ramen een beetje blinderen of niet? Dat past niet echt bij deze auto. Nee, ramen gaan we niet blinderen. Dat past echt niet bij deze auto. En de wielen. Er zit nu een zescilinder in. Gaan we voor sportwielen? Jawel, jawel, daar gaan we voor. Ja, ja, het ziet er niet uit. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi. We gaan voor sportwielen. Ik wil eigenlijk wielen met veel spaken erin. Even, oeh, deze zijn ook wel mooi eigenlijk. Hebben we nog wielen met echt veel spaken misschien? Nee, ik ga voor deze. De User wielen, 8900. Die kunnen we zo meteen ook nog meekleuren met de auto kleur. Maar de vraag is nu, wat is de secondary color? Ik ga daar als eerste naar kijken. Oké, okay. Oh, kijk, ik heb de motorkap nu ook secondary color gemaakt. Ja, dan maken we die... Wacht, ik heb een idee. Dan maken we deze wit of grijs. Want ik ga eerst voor wit. Even kijken. Frost white, ja. En dan maken we de primary color en net iets geliger tintje. Hij is nu geel, alleen we hebben ook race geel. Ja, 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 ja. Ik vind het vet. Alleen die wit die moet iets donkerder zijn. Wacht even, die wit. Misschien mat wit. Dat is misschien mooier namelijk. Ja, ik denk dat mat wit er mooier uitziet. Ja, ik ga voor mat wit. Dat is net een iets donkerder tintje. En dat geel dat is natuurlijk ook echt heel erg licht. En het enige wat we dan nog hoeven aan te passen zijn natuurlijk de kleur van de wielen. Gaan we die ook wit maken? Jawel, hè. Jawel, ik vind dat wel clean. Ik vind dat wel clean. Natuurlijk ook nog eens bulletproof tires erop voor als we worden beschoten. Zwarte tire smoke als we willen driften of als we een burn-out willen doen. En that's it. Dan is die klaar. Dan gaan we ons autootje zo laten. De Fiat originele Fiat 500. Wat ik dan ga doen is ik ga heel veel rijen unmuten. En dan bekijken we hoe mijn auto eruit ziet buiten. En hoe zijn auto eruit ziet buiten. Ben jij er klaar voor, Ryan? Ik ben er 100% zeker klaar voor. Hij is er 100% zeker klaar voor. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben er ook klaar voor. Ik ben heel erg benieuwd wat voor kleuren jij hebt gekozen. Nou, ik moet zeggen, dit is de meest vreselijke auto waarschijnlijk dat ik ooit in mijn leven heb gepimpt. Waarom? Ik vind hem echt briljant. Ik vind het echt een briljant auto, ik zweer het je. Het is niet echt mijn stijl, moet ik zeggen. Jawel, het is een Fiat 500, jongen. Dat is toch geniaal? Het is wel een beetje een meidenauto, moet ik zeggen. Dus... Ja, dat past wel. Dat wel erbij. Ja, past wel een beetje bij ons. Wat heb jij ermee gedaan? Wacht, ik ben aan het lopen hoor. Yo, die is vet! Ja? Nee, die kleur is echt vet, jongen! Oké, okay, wat is dat voor kleur? Het is groen.
Echt? Lime green of iets. Yo. Ja, maar wel ook met een metallic kleurtje erover of zo. Ja, hij blinkt een beetje uit, hè. Nee, eerlijk? Ja? Dit is echt oprecht een vette kleur. Wat vind je van mijn velgen? Ja, dat zijn echt de oldschool velgjes, jongen. Ja, ik vind hem echt dat je hem goed hebt gepimpt. Wacht, ik haal die van mij even op, ja? Oké. En kom eraan, even oversteken. Ik kan hem nog veel aanpassen, hè? Ja, en heb je ook die V6 in gegooid, of niet? Ja, natuurlijk heb je die V6 in gegooid. Ja, goed zo. Ja, dat moet er wel in, ja. Oké, ik kom eraan. Het is ook wel leuk dat je alles eraf kan halen. Heel dak. Ah, die wielspin, jongen. Oké, daar ben ik. Ja, je kan echt heel veel aanpassen nog. Pas op, hey! Ja, ik kijk uit. Hey! Zo, je hebt hem bijna heel hetzelfde gepimpt als ik. We hebben wel een beetje dezelfde kleur gehouden, ja, maar... Oh, je hebt nog een beetje dak. Ja, want ik dacht het sneeuwt. Ik wil niet heel mijn dak open doen. Ja, maar ja. Ik dacht, ik ga voor een nieuwe kleurtje aan de binnenkant. Ja, maar weet je wat het ook is? Aan de andere kant, bij jou sneeuwt het naar binnen, bij mij ook. Dus we zijn alle twee niet heel slim eigenlijk. Maar... Je hebt ook gekozen voor dat half open... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Een beetje die motor doorluchten en showen. Een kaplucht. Ja, precies. En wat voor uitlaat heb je er eigenlijk onder? Ook die... Ik heb die ook. Ik ook. Goeie rokers, hè. Ben jij klaar voor een race, jongen? Ik ben klaar voor de ultieme race. De ultieme race. Zullen we een race doen? Jawel, wit. Ik doe een race hier naartoe. Want dan moeten we een beetje door de bergen, ja? Nee. Ja, joh. Nee, blijf eens even in je eigen auto, ja, joh. Oké, wacht. Ik ga je inviten. Ja, het is nu wel zo. We kunnen deze auto niet echt testen, omdat er natuurlijk sneeuw ligt. Dus hoe dan ook gaan we wegslippen. Hoe dan ook gaat het helemaal verkeerd. Maar ja, hij is op dit moment gratis. Dus aan de andere kant maakt het ook helemaal geen reet uit. Pas op voor de vuilnisman. Ja, eerlijke start, daar moeten we hebben. Ja, hier. Van die wielspin, joh. Zo, ja, dit gaat echt een ramp worden met die sneeuw. Oh nee, ik heb weer ruzie. Ik zal hem even in elkaar... Ik moet weer gaan racen, hoor. Ik kan het niet er komen er twee achter je aan, er komen er twee... Ik moet weer eens racen. Jongens, het is bijna kerstmis. Jongens, doe normaal, het is bijna kerstmis. Oké, kom erbij, Ryan. Het is gelukt. Oh, dan zal ik even Lester bellen. Ja, hoezo wilde ze met dat als je tegen een auto aanreed? Ja, ik weet niet, die gasten wel ruzie maken. Dat vind je niet raar. Altijd bij mij, hè? Ja, altijd bij jou, ja. Ik kan gewoon mooi ertussendoor rijden. En jij moet weer overal tegenaan krallen. Ja. Dat is het probleem. Ik heb een klein autootje. Ik pas overal tussendoor. Dat is wel zo met de Fios, ja. Ik ben er klaar voor. Ja? Oké. Moet je niet even die politie wegbellen? Die is weg. Oh, dat is een ambulance. Oh, dan kunnen we beter die snel weggaan. Ja, daar gaan we. Ja. We moeten ons aan de route houden. We mogen niet afwijken van de route. Die wielspin, yo. Kijk uit, hoor. Ik heb een beetje geleidelijk aan een gast gegeven. Dat is slim, want nu heb je wel een voorsprongetje namelijk. Dit gaat echt niet goed in de sneeuw. Niet in mijn slipstream, hè? Nee, die hebben we niet. Het is geen echte race, Ryan. Pas op. Ja, we hebben ook geen ketchup. Voelt het wel als een echte race aan, hè? Ja, voor mij ook. $50, dat is wel wat ik wil verdienen. Ja, kijk uit, hoor. Kijk uit. We moeten zo meteen helemaal een bergje op, dus... Ja, dit wordt nog Dit wordt nog leuk, ja. Oh, die auto slaat opeens af! Yo, gekke, je moet wel je knipperlicht uit doen. Ja. Gaat goed. Hier naar links. Ik heb mijn spekjes mee op de weg. Goeie grap. Hoe lang heb je erover nagedacht? Op en op! 10 seconden. Nou, goed zo. Dan moet hij naar links. Nee, wat doe je? Nou! Hé, ik kan gewoon doorrijden, bro! Dat was echt een domino effect, jongen. Daar kom ik. Nu ga je eraan, hè, vriend. Nu is het payback tijd, jongen. Ik dacht, ik help je even. Nee. Nu is het payback tijd, jongen. Oh, nee. Ja! Karma. Ja. Ik kon er mooi tussendoor. Ja. Nee, dit is karma voor je, jongen. Nu rij ik namelijk door. Maar je hebt gewoon mensen in. Nee. Dat is karma. Daar heb ik niks mee te maken. Nee. Karma bestaat... Oké, het bestaat wel. Oh, ik ben ook weggeslipt. Ik ben weggeslipt en komt die bergbeen dan niet meer op waarschijnlijk. Succes! Oh, als je me maar niet moet beuken, hè? Dit is je eigen schuld. Ja, dat wordt nog wel lastig, kan ik je zeggen. Nou, niks is te lastig voor mij, hè? Kan je me nog inhalen dan? Nee. Oh, wacht even, ik ben achterwaarts. Oh, Jan, de 360's aan het doen. Ja, gaat goed. Oh, joh, maar mijn hele achterkant breekt uit, joh. Ik kijk uit van die bocht. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik moet wel zeggen, maar misschien wel gelukkig dat die koffer nog een beetje open staat. Met al die toeren dat hij draait. Ja, hij wordt denk ik wel warm, die motor, ja. Ja. Denk jij... We kunnen een winterbarbecue doen zo meteen. Denk jij dat er nog sneeuw in Nederland gaat vallen dit jaar? Nou, in Nederland weet ik niet, maar in België wel. Ja, maar ook waar jij woont in België?
Dat niet. Oh, anders had ik kunnen zeggen, ja, kom even langs. Maar ja, dat kan sowieso niet natuurlijk. Ik weet dat het in het zuiden van België, weet je, in de Ardennen, dat wel nog gaat sneeuwen, maar... Ja. Ja, het is wel jammer hoor. Vroeger hadden we zoveel sneeuw, jongen, dat is echt niet normaal. Met de sneeuw, oh. Dat je problemen had dat de elektriciteit uitviel, dan moest je naar die... Oh nee, daar heb ik echt nooit last van gehad. Oh. Ik weet niet of jij, wat voor videogame jij leeft, maar... Ja, ik weet het niet. Ik vond bij ons is... Ja, maar bij jullie, in België valt er natuurlijk wel echt veel meer sneeuw dan in Nederland altijd. Als ja. Er überhaupt sneeuw valt. 2 jaar geleden, het was in 5 jaar tijd dat nog 1 keer gesneeuwd... Oh my god. Het was in 5 jaar tijd dat nog 1 keer gesneeuwd had in België en heel België lag plat van de elektriciteit. Nee, dat is niet leuk, Jan. Wat, kunnen we wel de finish vier hier pakken? Oh ja, zeker weten, ik heb gewonnen alsnog. Ja. Alsnog, jij faalde op het einde, jongen. Oi, lekker bezig. Dankjewel voor de overwinning. Even $50, hè, Ryan. Thanks. Ik ga even driften, jongen. Ja, ga je driften? Ja, kijk me gaan, jong. Hij heeft nou niet, ik moet je zeggen, hij heeft niet echt kracht of zo, dit autootje. Oh, dikke stunt. Hij heeft niet echt kracht, hoor, dit ding. Goeie drift, Jan. Oh, you have not longer access. Nee, niet zien. Oké. Het is Kerstmis. Oké, sorry. Waarom ligt hier eigenlijk een parachute? Dat vraag ik me nu al af. Om te parachuteren. Hé, zit hier mee in de auto? Oh, echt? Oh! Wat? Ik ben dood! Je bent gekild door je eigen auto! En ik sta op beneden. Oh, mooi jongen. Hé, bel even een helikopter of zo, hé. Dan moeten we een helikopter hebben. Nou, dan kunnen we even een wedstrijd doen. Wie er kan landen in een zwembad hier? Wacht, jij wilt een helikopter? Wacht, ik ga een truc testen. Moet jij me wel even brengen? Yo! Ja, maar je kan hem toch gewoon letterlijk hier af laten leveren? Wacht. Services. Ja, ik weet niet of ik die heb. Oh nee, ik heb die niet, nee. Als je de onderzeeër of zo hebt, dan kan je, of iets, dan kan je gewoon hier letterlijk iets af laten leveren. Ach, jongen, ik ben Ken Block in dit autootje, let op. Ja, moet je Oké, ik ben niet Ken Block. Jawel. Oh, kijk, ik ben Ken Block, ik drift om je heen. Maar moet je me niet beuken? Ik ben niet zo goed in driften, Ryan. Wat staat hier nou? Ik moet... Oh ja, hij staat er, breng me even. Oh, wacht, waarheen? Hierheen. Ja, moet je instappen, anders weet ik niet. Ja, moet je me wel Wacht even dan. Jongen. Oh nee, doe nog. kom erin, je kan erin, kom. Oh. Ik moet je wel zeggen, dit auto is normaal gesproken 610.000, maar het is wel natuurlijk een Fiat 500, dus mocht je er gewoon... Jan, je moet nog naar boven kunnen, hè? Mocht je gewoon een Fiat 500 leuk vinden, dan is het sowieso wel je geld waard, dus het niet meer gratis is. Maar ja, voor nu, schaf hem gewoon aan, toch? Ja. Ik was echt even stil om te kijken of je nog de berg ging. Ja, tuurlijk. Kijk maar, die dikke drift naar beneden. Ja, dikke drift, niet uit te glijden, Jan. Zie je wel, ik ben er wel Ken Block, zie je? Kijk. Ja. Dit is niet Ken Block, dit is je Rasky Block. Hier, zonder iets te raken. Ja, staat hier je helikopter? Ja. Wat is dit? Dit is toch geen helikopter, man? Dit is dat mega ding. Dit is toch een einde. Ik heb een slee. Lekkere slee, jongen. Ja, ik vind het echt oprecht wel... Ik vind het oprecht een leuke auto, dat moet ik wel eerlijk toegeven, maar... Het is nou niet echt het beste auto. Ja, het ligt sneeuw, dus we weten het nog niet echt. Waarom hebben we een helikopter eigenlijk nodig? Nou, we moeten toch ergens uit kunnen springen. Even een wedstrijdje wie in een zwembad kan landen. Oh, echt? Wow. Ja. Zet je erin? Ja, ik zit erin. Ik zit naast je. Oh, dat het goed gaat, maar... Hey! Ik kan ons alle twee zien zitten, lol. Ja, maar ik kan niet echt vliegen met dat ding. Yo, stijg eerst! Je moet eerst gewoon als een helikopter opstijgen. Gewoon naar boven. Nee, niet doen! Dan stort je weer naar beneden! Nee. Oh, deze man is gek. Oké, fair enough. Maar hier zitten de zwembaden ergens toch al? Ik weet niet waar de zwembad is. Dat maar het is een helikopter, hè? Je kan gewoon als een helikopter recht naar boven toe, vriend. Doe nou even die vleugels normaal. Doe... Ja, maar dat is toch normaal? Nee, doe het. Ze moeten naar boven. Als een helikopter, show je. Ja, hoeveren en dan kan je gewoon naar boven toe. Ja, maar hier, ik zie hier recht onder ons een heel groot zwembad. Ja, maar dat is te makkelijk. Nee, ik zie daar wel een zwembad. Ik zie daar. Daar rechts. Ja, zie je hem? Daar. Je mag zelf het zwembad kiezen waar je in wil landen. Wie het haalt, die heeft vandaag de hele video gewonnen. Nou, oké, dat wordt denk ik best. Die mag een overwinningsspeech geven. En als geen van ons beiden het haalt, dan is de video afgelopen. Ja, en wie bestuurt mee naar Avenger, anders die gaat kapot, hè? Ja, dat is niet erg als die kapot gaat. Oké, gaan we? 3, 2, 1, go!
richting mij. Ik word gebeld! Tony, niet meer nu bellen! Ik wil geen Iron Man zijn! Ik wist niet, hij breekt had hij. Pas op voor mijn propellers. Ja, ik ga gewoon, wacht, ik zag hier ergens zwembad. Ik doe mijn parachute uit. Ik zie het zwembad niet meer. Oh jawel, ik zie hem! Waar is het zwembad? Ik zie het ook, oh jawel daar. Oh! Ik ben erin! Ik ben erin! Ik ben wel dood, maar ik ben erin! Ja, bro! Ja! Ik was erin! Ik was erin! Ik zweer het, ik was voor ik het zwembad! Ik heb geen visueel bewijs afgekeurd. Nee, jawel. Als de video online komt, dan heb je bewijs. Oh, okay. Ik was er oprecht in. Nou, Adventure is kapot. Mijn overwinningsspeech. Ja? Nou, ik wil Rijn bedanken dat hij naast het zwembad sprong. Ja? En, ik word een beetje emotioneel. Ik ben in het zwembad gesprongen, Ik wil PlayStation bedanken dat hij niet vastliep deze keer in GTA, want ja, dat gebeurt ook wel eens. En, dank jullie wel. Ik wil GTA bedanken omdat het invite systeem echt heel goed werkt eigenlijk. Nee, hey, we zitten bij elkaar in de sessie, daar gaat het om. Ja, ik denk dat dit wel weer de video is, hè Ryan? Ja, ik denk dat het tegen de kantpunt is. Precies. We hebben de auto getuned, we hebben een mooi raceje gedaan, we hebben hem niet echt kunnen uittesten, maar ja, dat komt omdat het letterlijk helemaal vol ligt met sneeuw, dus je kan hem nou niet echt goed uittesten, maar hij is gratis op dit moment, dus daar gaat het om. Maar, bedankt allemaal voor het kijken, bedankt natuurlijk allemaal voor de support, heel erg gaaf als jullie weer bij waren. Heb je er nou van genoten? Ram natuurlijk subscribe like op mijn kanaal en op Ryan's kanaal. En dan vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en op Ryan's kanaal, dan zeggen we... Fair enough, die kreeg ik terug. Dan zeggen we bedankt voor het kijken, bedankt voor de support en tot de volgende keer. Doei. Bye.